Nou, mijn favoriete boek is Zomervacht van Jaap Robben. En dit boek gaat over een jongen die gehandicapt is en hij heeft zorg nodig. Ja, zijn vader wil eigenlijk niet voor hem zorgen, maar zodra hij er eigenlijk achter komt dat je er geld voor krijgt, dan wil hij dit wel heel graag doen. En zo kom je een beetje in een verhaal terecht van iemand die verzorgd moet worden, alleen toch niet heel goed verzorgd wordt door zijn gezin. Dus dan moet zijn broertje eigenlijk voor hem zorgen terwijl hij eigenlijk heel erg jong is. En ik vind het een heel leuk boek omdat het best wel gewoon goed leesbaar is. Dus ik kom er best wel, ik kwam er snel doorheen en ik vond het leuk geschreven. En ik vond het ook wel verrassend omdat ik eigenlijk nog nooit een boek over dit onderwerp had gelezen. Dus ja, daarom vond ik het best een leuk boek en zeker een aanrader.